Oh. Ik ga weer eens een keer een bakvideo doen en ik heb de pumpkin spice cupcakes gemaakt met cinnamon cream cheese frosting erop. En aangezien volgende week Halloween is, komt het mooi uit met pompoen en leuke dingetjes. Dus ik heb er gelijk een Halloween filmpje van gemaakt. Kan je misschien zelf ook maken voor Halloween. Nou, laten we beginnen. Oké, we gaan beginnen met de oven voor te verwarmen op 190 graden. Daarna gaan we alle vormpjes in de bakvormen doen. Ik hoop trouwens niet dat je de oven op de achtergrond hoort, maar ik heb deze bij de Xenos gekocht en ik vond ze wel toepasselijk voor Halloween. Voor de cupcakes hebben we nodig 280 gram bloem, 1 theelepel gemalen kaneel, een halve theelepel gemalen nootmuskaat, een halve theelepel gemalen gember, een halve theelepel gemalen kruidnagel, een halve theelepel zout, 1 theelepel bakpoeder en een halve theelepel baksoda, 110 gram ongezouten boter, 200 gram witte bastardsuiker, 5 eetlepels bruine suiker, 2 eieren, 180 ml melk, en 250 gram gepureerde pompoen. En voor de cinnamon cream cheese icing hebben we nodig 200 gram cream cheese, dus monsieur heb ik gebruikt, 50 gram roomboter ongezouten, 350 gram poedersuiker, 1 theelepel vanille extract en 1 theelepel gemalen kaneel. We beginnen met de bloem. Het wordt wel fijner. Daarna doen we de alle specerijen, dus de kruiden en zo erin. Daarna gaan we de bruine suiker erin doen. Nee, daar is het nog niet zo goed. En daarna doen we de bakpoeder en de zout en de baksoda erin. Daarna gaan we de boter erin doen, op kamertemperatuur moet zijn. En daarna, oh, ik krijg steeds een pompoenpuree, het is echt stink. Oké, en daarna de suiker. De witte suiker. Ik gebruik een keukenmachine, gewoon zo'n mixer als het ware. Simpel. Maar je kan ook gewoon een handmixer gebruiken, gewoon met zo'n spatel, met zo'n roerding, weet ik hoe die ding heet. Gewoon zo'n ding. Nu gaan we de eieren eraan toevoegen. Ik kan ze niet één voor één doen, maar alles in één pakje heb geflitterd. Gegooid. Maar dat nu, we gaan het gewoon één keer doen. Oh. Oh. Oké, er zit een bruine stukje in, maar dat is suiker, want dat is van dat ongelukje. Wat er net even gebeurde. Oké, en dan zetten we hem weer aan. Nu gaan we als laatste de melk eraan toevoegen. Want nu is het nog niet echt een lekker beetje. Eerst een klein beetje. En dan het laatste beetje melk. En als laatst gaat de pompoenpuree erin. Nou, het ziet er dus zo uit. Het is nog niet echt dat je zegt, lekker. Hier wil ik er echt niet uit. Als laatst gaat dus dit erin. Oh. Ja, oké, dit is dus het eindresultaat. Ik ga het nog even bij je zien. Ik hoop dat het een beetje smaakt omdat het ruikt, want het is... Oh. Oké, nu gaan we ze vullen en je wilt ze ongeveer voor een derde, een vierde vol hebben. Dan komen ze, dan heb je een beetje een mooie hoogte. Als ze niet mislukken in ieder geval.
Zo. Oké, dat zijn ze allemaal gevuld. Nu gaan ze erover in en ik zal ze 20, 25 minuten erin. Het ligt eraan hoe je oven is. Dat weet je zelf beter. Maar ik doe ongeveer 20, 25 minuten erin. Oeh, wat warm. Smacht dat eigenlijk hier wel onder? Nee, ik ben nou al een jammer. En dan deze. Zo, 20 tot 25 minuten gaan ze erin. Start. Nog 5 minuten en dan zijn ze klaar, maar nu ruiken ze wel lekker. Oké, de eerste heb ik er al uitgehaald. En zo zien ze eruit. Alle cupcakes zijn het over, ze zijn goed gelukt op zich. Sommige zijn wat hoger dan de andere, maar ze zijn goed gelukt. Nu de cream cheese kaneel frosting. Mondvol, maar we gaan het doen. Oké, we beginnen met de boter. En de cream cheese, dus de monsoon, erin te gooien als het eruit wil. Ja, perfect. En dan gaan we het mixen totdat het een mooi glad prutje is. Nu gaan we steeds een klein beetje poedersuiker erbij gooien. Want als je het in één keer alles erin gooit, dan is het hier echt een rookbom ontploft ofzo. Kaneel. Hoppakee. En de vanille extract erbij gooien. Oh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, ik ga het proeven. Oh! Oh! Het is echt. Nu gaan we dus de icing in zo'n spuitzak doen, maar dan moeten we eerst punt hiervan afknippen. Zo. Mooi strak. Oké. Ik vind het zo goed. Ik ga er even doen. Kijk, zo zien ze eruit van dichtbij. Als die scherp staat, ja. Onderkant een beetje. Deze is echt lekker. Echt een aanrader om te doen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Weer een bakvideo. Een tijdje geleden alweer. Eigenlijk helemaal niet. Ik ga denk ik wel vaker bakvideo's doen, ik vind het eigenlijk wel leuk om te doen. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer voor meer video's. En laat in de reacties weten wat je ervan vond. Of dat ik ook ga proberen ofzo. Doei. Nu ga ik beginnen aan de... Hoezo? Ik ben aan het filmen! Oh, sorry. Kom kijken wat er is gebeurd. Ik was bezig met de bruine suiker, want ik had blijkbaar te weinig. En want ik had 5
theelepels. Ik moest 5 eetlepels. Dus ik was aan het schudden met de pot, want het was allemaal vastgemaakt. Vastgeplakt, daar is de pot. En toen als het ware klapte de deksel er soort van een klein beetje af. Dus... ja... Oh! Oik!